Hey David, ik ga niet te hard praten, want jij ligt boven te slapen. En deze video is voor jou bedoeld, dus je mag het nog niet weten, want het is een verrassing. En zodra je deze video ziet, weet je natuurlijk wat het is. Het is een verjaardagsvideo voor jou, want je bent vandaag jarig. En ik dacht dat het leuk was om even wat vrienden bij elkaar te halen, om een leuke video te maken voor jou. Gewoon een felicitatievideo. En natuurlijk ben ik misschien waarschijnlijk een paar mensen vergeten, sommigen konden misschien niet of wat dan ook. Maar ik heb zoveel mogelijk vrienden erbij gehaald. Kan je zich gewoon een leuke video te maken ervan. Dus veel plezier met kijken. Ja. Hoe oud is David geworden? Kom op. Hoe oud? Hey. Hoe oud is David geworden? Van ja, pak de messen maar hoor. Van, ja, dit is niks. Ja, kom op. Oké. Okay. Ja, kom maar. Yo David, ik ben het. Justin Bieber. Nee, even serieus. Hartstikke gefeliciteerd met je verjaardag. 29 jaar alweer. Ik weet niet eens wat ik moet zeggen, weet je wel. Ik ken je al fucking lang, sinds het begin van YouTube zo'n beetje. Het is heel raar voor mij nu om zo'n persoonlijke video naar jou te maken. Om jou, zeg maar, te feliciteren. Want ik heb dat eigenlijk nog nooit echt gedaan, volgens mij. Denk ik. En ik zie je als mijn broer. Je behandelt mij echt... I don't know, ik weet het niet. Ik kan het niet eens omschrijven hoe, maar er zijn zoveel dingen die jij, zeg maar, voor mij hebt gedaan die ik nooit zou, zeg maar, voor mijn gevoel nooit zou kunnen terugbetalen als het ware. Terwijl het niet eens per se om het betalen gaat. Ja, ik weet niet eens hoe ik het moet uitleggen. Weet je, ik ben gewoon heel erg oprecht nu. Ik ben je gewoon dankbaar voor alles, voor heel veel, voor het lachen, voor de steun, voor... alles. Ja, ik hoop dat ik op je verjaardagsfeestje mag komen. David, dankjewel. Ik bedoel, gefeliciteerd. En een hele fijne verjaardag. Namens mij en Dagelijkse D. En dit is Milan. En... Knophouwer. Ja, jongen. Ik spreek je snel weer. Later, bro. David is 29 jaar geworden. En daarvoor gaan wij 29 partypoppers afschieten. Let's go! En je dacht toch niet echt dat ik 29 partypoppers ging afsteken. Maar in ieder geval, David, gefeliciteerd met jouw verjaardag. Hopelijk wordt het een gruwelijke dag. Een dikke shout-out naar jou, man. Later, bro. Hey, van harte gefeliciteerd met je verjaardag, David. En ik kijk uit naar je party. Later. Er is er een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat ben jij. Wij vinden het alles zo prettig, ja, ja, en daarom zingen we blij. Hey! Zij leven lang, hoera, hoera, hij leven lang, hoera, hoera, hij leven lang, hoera. Hey! Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hip in de piep, hoera! Hip in de piep, hoera! Hip in de piep! Hoera! Yo David, gefeliciteerd met je verjaardag. Super tof. Je hebt al echt super veel eigenlijk bereikt op dit moment. En ja, ik vind het gewoon heel erg tof om met jou samen te werken. Toffe dingen te doen qua video's, tripjes, noem het maar op. Heel tof wat er nog allemaal aan gaat komen. En ik wil je gewoon heel erg van harte feliciteren met je verjaardag. En dat er gewoon nog super veel jaren gaan komen. Alleen, ja, in Kingdom ga je wel binnenkort dood, maar goed, dat maakt niet uit. Oké, doei! Hey David, van harte gefeliciteerd met je 29ste verjaardag. Bam! Ik wil jou even van harte feliciteren. Ik ken je nu al best wel een poosje. Ik heb ook een half jaar bijna bij je in huis gewoond. Als ik wat over je zeggen moet, dan is het alleen, je bent topgast. Je hebt een topvriendin. Als ik bij je ben, is het ook gewoon altijd chille sfeer. Gewoon gezellig, altijd leuk. En noem maar op, ik wens je nog vele jaren die er nog komen gaan. Sowieso zoveel er maar zijn, dat we samen 100 mogen hitten. Oh. Maar van harte gefeliciteerd. Geniet van je dag. Groetjes daar aan iedereen. En fijne verjaardag, bro. Hey David, vanaf vandaag mag jij je de enige echte peer van je eigen verjaardag noemen. Gefeliciteerd. We werken op baling weer een jaar samen. Ik hoop dat we nog heel veel jaren van mogen maken. Dus maak er een leuke dag van. ja. Gefeliciteerd, David. Met je...
42e verjaardag. Mogen er snel nog meer kinderen komen. En hopelijk noem je je eerste zoon naar mij. En ik wil gewoon zeggen dat ik echt ben. Yo David, Lars hier. Welkom eventjes in mijn Minecraft wereldje. Want ik wil jou natuurlijk ook ontzettend feliciteren met je 29ste verjaardag. 29 jaar. Je hebt nog één jaartje voordat je ook de magische 30 induikt. En je gewoon in het territorium van de King terechtkomt. In het oude bokken-territorium. Moeten we natuurlijk helemaal niet willen met z'n allen. Dus daarom geniet nog eventjes van het laatste jaartje dat je in de 20 zit. Ik hoop dat dat nog wel helemaal goed komt. Waarschijnlijk wel, jou kennende. Deze varkentjes die hebben er ook allemaal zin in. Kijk, hoi, hi. Ik heb alleen niks meer te eten voor ze. Volgens mij heb ik ook helemaal... Nee. Hier. Poisonous potato, jongens. Omdat David jarig is. Met z'n allen. David, gefeliciteerd met je verjaardag. En mazzel. Yo, David. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Je bent vandaag 29 jaar geworden. Je wordt al oud. Je wordt echt fucking oud. Je krijgt grijs haar. Maar ja, je bent gewoon jarig. Maak vandaag een speciale dag van. Net zo speciaal als deze hele video. Want heel DDG Crew heeft natuurlijk jou gefeliciteerd met je verjaardag. Binnenkort ga ik eventjes weer naar jou toe. Gaan we even zuipen. Even bier drinken. We gaan gewoon een dikke party ervan maken. Ik wil je feliciteren, David. En ik wil ook je gelijk ook bedanken voor alles wat je voor mij en Timo en de rest van DDG Crew hebt gedaan. Hopelijk merk je echt hoeveel je voor anderen doet. En dat is echt super tof. David, maak een leuke dag van. En dan zeg ik fijn verjaardag. David, je bent jarig. Ik wens jou een fijne verjaardag. En ik heb voor jou een speciaal verjaardagsliedje. I see sexy Phil. Shake all to Ray William Johnson and the random fool, and I think to myself, YouTube is cool. Nou, David, gefeliciteerd met je 29, 25, 37, 29e verjaardag. Ik hoop dat je een hele fijne dag hebt en nog steeds een prachtig jaar gaat krijgen met DDG. Ik hoop je nog vaak te zien dit jaar. En net als Revé. En ik hoop dat jullie me nog vaak willen ontvangen bij jullie thuis. En jullie zijn hier ook altijd welkom voor een bakje koffie als jullie op doorreis zijn, hoor. David, gefeliciteerd. En ik heel zo lang. Dus ik zeg... En ik zie jullie schattige duwdruppeltjes later. Nou, dat wilde ik altijd al een keer zeggen. Gelukkig. Nou, zoek het uit. Hey mensen van DDG, ja, jullie zullen vast denken van wie de fuck is dat voor de camera. Ja, ik sta ook eigenlijk vaker achter de camera dan voor de camera. Maar dit heeft wel een hele speciale reden, omdat David 29 jaar is geworden. En daarvoor, ja, wil ik hem eigenlijk hartelijk feliciteren met zijn 29ste verjaardag. Ik hoop dat er nog heel veel jaren bij mogen komen. En natuurlijk dat DDG ook nog jaren en jaren door mag gaan. En dat er nog heel veel video's mogen, hele leuke video's mogen verschijnen. Ik hoop dat je nog een hele leuke dag hebt verder, David. En ja, ik zeg later. Yo David, gefeliciteerd met je 29ste verjaardag. Ik sta even door mijn knieën gezakt, want mijn statief is te klein. Anyways, ik wil even de tijd nemen om jou te feliciteren en je te bedanken. Maar dankzij jou loop ik nu echt een fucking vette stage. Ik leer heel veel nieuwe dingen, plus ik kan de hele dag bezig zijn met dingen die ik vet vind om te doen. En het is altijd gezellig bij jullie thuis. Jij en RV zijn echt de meest gastvrije mensen die ik ken. Super relaxed. Gast, geniet van je verjaardag en ik check je maandag. Gefeliciteerd! David is 29 jaar geworden. En wat een mooie leeftijd is dat, David. Een leeftijd, je kan er niet zoveel aan doen. Ik bedoel, het komt, het gaat. Je kan niet verder naar voren halen en eerder 29 worden. Je kunt ook niet verder wegschuiven. Je kunt ook niet later 29 worden. Maar het is een hele mooie leeftijd. En als mede YouTube-opa zou ik tegen jou willen zeggen, geniet ervan. Blijf genieten van ieder jaar. Blijf genieten van alle leuke dingen die je doet. En als vriend wil ik tegen je zeggen, dankjewel dat ik al zo lang leuke dingen mee je mag doen, zolang de gathering met kan organiseren met je. Dat ik je echt al heel lang ken, inderdaad lekker met je kan brainstormen en lekker met je kan klankborden over van alles en nog wat. We blijven gewoon lekker video's maken en we hebben samen delen we deze super vette hobby en ik hoop dat we hem nog lang blijven delen. Veel plezier op deze leuke dag, maak er een mooie dag van en heel veel plezier nog verder. Dan ga ik eens kijken hoe ik dit ding uit ga zetten. Bye. Greetings, Sir David. Gefeliciteerd met je 29... Oh shit, ik stond echt bijna in de shit. Met je 29ste freaking verjaardag. Oude man,
ben je eigenlijk al. Moet ik eerlijk zeggen. Ik bedoel, ik zit nu zelf net in de 20. Ik vind het eigenlijk best wel prima daar. En jij gaat er alweer bijna uitstappen. Wat is dat, man? Kunnen we nou gewoon niet even samen in de 20 zetten? Nee, dat doen we nu eigenlijk. Ik faal echt heel erg met lopen en praten tegelijk. Hetzelfde als gamen en commentaren tegelijk. Vaak ook een beetje in. Maar daar gaat het nu niet over. Want jij bent dus gewoon freaking jarig. En de V kwam met het goede idee om een felicitatievideo te maken. Dus vandaar deze korte video. Waar ik jou hoogst persoonlijk in real life binnenkort misschien een keer, als je een feestje geeft, ga bedanken. Eigenlijk voor alles wat je hebt gedaan voor mij. Want het feit dat ik deze video mag maken, komt toch een beetje door jou. Het feit dat ik YouTube doe zoals ik het nu doe. Zo met veel kijkers en leuke projecten, leuke uitstapjes naar freaking Duitsland gaan. Naar Zweden gaan met jou. Ik heb volgens mij... Dit ziet er waarschijnlijk heel raar uit voor mensen, maar volgens mij heb ik nu, ja kijk, ons National Anthem sweatshirt aan. Waarmee we echt overal binnenkwamen, omdat er allemaal logo's op staan en daar lijkt het alsof we heel belangrijk zijn. Wat best wel nice is. Dus ik hoop dat je dat op je 29ste nog steeds kan regelen, dat we dat soort awesome shit kunnen doen. Maar even alle grappen aside, ik vind het echt, ik waardeer echt heel erg wat je voor me hebt gedaan, ik heb dat altijd al gezegd. En ook wat je over het algemeen voor de community doet. Want zoals over het algemeen niet heel veel mensen weten. Tenminste, misschien niet zo zich heel bewust van zijn. Is maar dat jij eigenlijk een heel groot deel uitmaakt van alle kanalen van de mensen die nu kijken. Er zitten mensen naar me te kijken wat best wel awkward is. Als ik niet gewend ben om te vloggen. Maar kijk naar alle video's. Kijk naar Project Day waar we met 14 mensen samenwerken. Dat is toch voor een reden dat die 14 mensen bij elkaar zijn gekomen. En... ja, dat we dat samen kunnen uploaden en dat de mensen dat ook kunnen kijken. En ja, ik wilde daar je alsnog even voor bedanken. En dat was hem eigenlijk wel. Ik ga hem niet te lang maken, anders gaan alle mensen telkens kijken. En honden zijn freaking boos. Mad dogs. Mad dogs. Dus, van harte gefeliciteerd. Ontzettend bedankt voor alles, maar dat heb ik je al vaak genoeg verteld. En dan gaan we door naar de volgende. Ciao! Yo David, van harte gefeliciteerd met je 29ste verjaardag. Nog vele jaren. Ik zou je graag een cadeau geven, maar ik zat net te kijken en er is gewoon geen beter cadeau dan motherfucking 360.000 abonnees op YouTube. Echt, die prestatie kan ook alleen maar jij flikken, jongen. En ik weet dat je het met ons allemaal doet, maar wij zouden er niet allemaal zijn als jij er niet was. En dat wou ik nog even benadrukken door jou nou even te feliciteren met je 29ste verjaardag. Nog vele jaren. Ik ben blij dat ik je heb mogen leren kennen. Je bent echt een topkerel. En nog een fijne verjaardag verder. Groetjes Timo. Doei. Yo David, Kees hier. Hey David, ik wil je van harte feliciteren met je 29ste verjaardag op deze dag. Hey David, ik hoop dat je er al het beste van maakt dit jaar, je 29ste verjaardag. Dat is natuurlijk wel een speciaal jaar. Net zoals elk ander jaar. Maar dat maakt even niet uit. Ik wil je sowieso even bedanken voor alle dingen die je in ieder geval het afgelopen jaar voor iedereen hebt gedaan in de heel Nederlandse community. Ik weet niet of anderen je er ook al voor hebben bedankt, maar bij deze, ik bedank je. Want ik vind het in ieder geval super tof wat je allemaal doet voor iedereen. En ook de filmpjes die je maakt voor iedereen, dat is ook natuurlijk super tof. Hey David, nog een fijne 29ste verjaardag en nog een fijn jaar als 29 jaar oude man. Dat daar. Ja. Dat dus. Yo David, gefeliciteerd met je 29ste verjaardag. En ik wil je ook echt bedanken, want zonder jou was ik waarschijnlijk niet geweest waar ik nou ben. En zonder Kingdom had ik veel minder gezellige mensen ontmoet. En had het gewoon veel langer geduurd voordat ik iets leuks met YouTube had kunnen doen. En daarvoor wil ik je dus bedanken. En maak er vandaag een gezellige dag van, lekker gezellig met Revé. En ja, ik spreek je vast snel wel weer. Laters! Hallo David, hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag natuurlijk. Al 29 jaar, je zou bijna zeggen dat je oud wordt. Nee, ik hoop dat je echt een toffe dag hebt en gefeliciteerd. Ga wat leuks doen, dansende katten staan. Gewoon voor jou in deze video, staat hier zo bij mijn vinger zo daar. Kijk, die staat gewoon voor jou te dansen. Van, yeah, David is jarig, yeah. En ik zie jou nog en spreek je nog wel later. Hoi David, gefeliciteerd met de 24ste verjaardag. 24? 29! Ja. 24. Ja, en verder? Wie zijn jullie dan? We zijn Jim en Leo. En jullie zijn zoontjes van?
Ik kies even Severin. Doei! En waarom is hij niet in de King? Doei! Dat was dus de video van alle mensen die jou feliciteren. Natuurlijk heb ik je al gefeliciteerd vandaag, maar alsnog nog een keer gefeliciteerd van mij. En van de poes natuurlijk. Gisteren hebben we natuurlijk nog de 2 nieuwe poesjes erbij gehaald. Daar heb ik al heel erg zin in. Ik weet vandaag nog niet hoe het is en dan wel. Heel erg bedankt voor alles wat je voor mij hebt gedaan. En ik hoop dat je een hele fijne verjaardag hebt. Ik ga in ieder geval mijn best doen om het een hele fijne verjaardag voor jou te maken. En ja, ik hou van je. Doeg!